Dagelijkse beweging en sociale interactie is erg belangrijk voor kinderen. Ze zitten vaak al veel achter hun bureau op school en thuis zitten ze ook wel veel te gamen. Bij de Sport-BSO in Elst vinden ze het erg belangrijk dat kinderen genoeg beweging, frisse lucht en sociale interactie krijgen. Op deze BSO wordt dus volop gespeeld, gesport en geknutseld. De kinderen zelf vinden dit ook een leuke manier van de buitenschoolse opvang en zijn razend enthousiast. Op deze sportieve BSO wordt de hele dag gesport en gespeeld. Kinderen en begeleiders vermaken zichzelf in de buitenlucht met activiteiten waarbij ze goed in beweging komen. Dit maakt deze BSO zo uniek. We zijn hier nu op de voetbal-BSO, op de sportieve BSO. Vroeger heten we de voetbal-BSO omdat we juist altijd aan het voetballen waren. En we doen nou zoveel meer dingen dan alleen voetbal. Dus heel veel bewegen, vooral buiten. En daarom zijn we denk ik zo uniek om iedereen, zoals je ook hier op de achtergrond ziet, iedereen is aan het voetballen en aan het sporten. We weten allemaal wel dat bewegen gezond en belangrijk is. Kinderen zitten vaak uren achter hun bureau op school of thuis. Juist daarom wordt er hier meer aandacht besteed aan de beweging van de kinderen. Ook is het samen spelen en sporten goed voor hun sociale ontwikkelingen. Sowieso, bewegen is gezond en op de kinderen op school moeten ook al heel veel stilzitten en huiswerk maken en leren. En thuis zitten ze heel veel op de iPad en op de computer. En daarom gewoon lekker hier sporten en bewegen. Samen sporten en spelen staat centraal bij de sportieve BSO. Kinderen leren hier samenwerken met elkaar en de begeleiders. Ja, zeker. Het is heel veel te samen spelen en samen delen. Er lopen ongeveer 60 kinderen per dag rond. En gewoon heel veel samen en samen spelen, delen en niet op de iPad of op de computer. Ook ouders reageren positief op de sportieve BSO. Zo geven ze aan dat hun kinderen nu uit zichzelf naar de BSO toe willen en het niet meer voelt als een verplichting. Zelfs in de schoolvakanties willen de kinderen graag blijven sporten op de BSO. Heel erg positief. We horen vaak van ze hoeven niet meer verplicht naar de BSO, maar ze willen juist naar de BSO. Dus ik denk dat dat het grootste compliment is voor ons. Ook in de vakanties. We doen heel erg veel leuke dingen. En dan mogen ze zelfs thuis blijven en dan zeggen ze, ja, maar ik wil toch naar de BSO omdat ze gewoon zoveel leuke dingen doen. Dan zijn we alleen maar trots op dat we dat mogen horen. Iedereen uit de regio Elst en Nijmegen-Noord is welkom op de sportieve BSO. Eigenlijk voor alle kinderen op de basisschool, dus 4 tot en met 11, 12 jaar. En vooral regio Elst. We komen ook in Nijmegen-Noord, Oosterhout. Dus eigenlijk voor deze regio. Ook de kinderen zelf geven aan het leuk te vinden om sportief met elkaar bezig te zijn. De begeleiders spelen hierin ook een grote rol. En het leukste aan deze BSO is, vind ik, de sporten en de leiders. Die maakt het extra leuk. En wat doet de begeleiding dan dat het daardoor ook zo leuk is? Ja, die doen dan allemaal leuke opdrachten. Bijvoorbeeld en de sporten, bijvoorbeeld hockey, knotshockey, volleybal en voetbal dan.